Voor mij is een bibliotheek een plek waar je kennis opdoet, informatie haalt, inspiratie haalt. Waar mensen zich ontwikkelen, waar iedereen zich kan ontwikkelen, waar de samenleving zich ontwikkelt. Dit is Ab de Vries. Sinds 2010 werkt hij in de bibliotheekbranche. Daarvoor was hij vooral actief in de kunstsector. Nu is hij directeur van de VLB, de branchevereniging voor openbare bibliotheekorganisaties. Zijn liefde voor de kunst heeft Ab nooit losgelaten. Ik vind dat iedereen een paar minuten per dag van schoonheid moet genieten. Zo belangrijk. En het kan hem in alles zitten. In kunst, in de natuur, een wolkenlucht, een paar vrolijke mensen, literatuur. Als ik echt een passage lees die me boeit, die me triggert, kan er wel 10 keer overlezen. En dat geeft een energie. Fantastisch. Ja, dit is mooi, hè? Dit is Pimmetje. En ik heb Pimmetje zelf ook thuis staan en daar ben ik zo blij mee. De vrolijkheid, de jeugdigheid die ervoor afspringt. Pure energie. De bibliotheken zijn allemaal lokaal georganiseerd. In elke gemeente en vaak zelfs in elke wijk is een bibliotheekvoorziening. Daar kun je als burger naartoe. Allerlei zaken kun je veel beter in de randvoorwaardelijke sfeer bovenlokaal organiseren. De centrale back-offs noemen ze dat, hè, vaak. De administraties en de ICT, nou, dat kun je dan op provinciaal niveau doen. En op landelijk niveau doe je de dingen die je het beste op landelijk niveau kunt aanpakken. En waar ook het landelijk geld zit, het geld wat het ministerie van OCMW voor de innovatie van de bibliotheek in ons bestel wil stoppen. Jou had ik dadelijk ook nog even. Ik heb ook nog Oké. Belangrijk is denk ik om te weten, want dat is leuk om te weten, is dat in die bibliotheeksector gaat zo'n 600 miljoen euro per jaar om. 450 miljoen daarvan is subsidies van de gemeente. De klanten van de bibliotheek dragen natuurlijk zelf ook een aardig bedrag bij. De provincies betalen alles bij elkaar zo'n 40 miljoen. Dat is voor die provinciale ondersteunende instellingen. En het ministerie van OCW betaalt 20 miljoen per jaar. En dat is puur voor de bibliotheekinnovatie. Er zijn veel landelijke organisaties. Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Stichting Bibliotheek.nl. En de Vereniging Openbare Bibliotheken. Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Dat is een instituut ook door het ministerie van OCW gefinancierd. En het sectorinstituut coördineert en regisseert een aantal ontwikkelingen en innovaties op landelijk terrein. Zodat niet in de ene provincie iets ontwikkeld wordt en in een andere provincie weer precies hetzelfde, maar dat je dat afstemt op elkaar. Dat is goed, dat is efficiënt. Ze doen ook onderzoek en ze verzamelen gegevens over de sector. Dus daarmee is het sectorinstituut ook eigenlijk een kennisinstituut. Ik denk dat als je als medewerker een bepaald idee hebt en je zou eens willen toetsen of dat een reëel idee is en je bent enthousiast, dat je dat in eerste instantie met je eigen collega's moet delen, met je eigen directeur ook. En ook het sectorinstituut is bezig met een groot kennisplatform, zoals ze dat noemen. Dat is een forum waar nou ja, iedereen terecht kan en ideeën kan gaan uitwisselen. En niet alleen uitwisselen, maar ze ook proberen om ze verder te brengen, om ze te realiseren, om van idee tot een concreet plan te kunnen komen. En die daar vind ik ook fantastisch, moet je hier zien. Nou kom ik uit Brabant, dus ik ben vertrouwd met de harmonie, zoals wij zeggen, om gewoon een harmonie te pakken. Om daar een beeld van te maken en dat, ja, met de tambourmetre, ik vind het gewoon fantastisch. Gewoon het idee om hier, om dit zo op deze manier vast te leggen. Gewoon een alledaags iets. Stichting Bibliotheek.nl ontwikkelt voor alle bibliotheken de Digitale Bibliotheek Nederland. Elke bibliotheek zou natuurlijk afzonderlijk zijn internetwebsite kunnen ontwikkelen, zijn digitale catalogus, allerlei digitale diensten. Maar dat is niet efficiënt. Daar heb je ook veel meer kracht en middelen voor nodig. Dus dat doen we op centraal niveau, op landelijk niveau, met geld voor OCW. Dat betekent dat zij niet meer zelf een catalogus bijhouden, dat zij niet meer zelf een website hoeven bij te houden. Dus ik denk dat het werk voor de medewerkers ook plezieriger maakt. Wel een plezierige klant, een plezierige medewerker, denk ik.
VOB staat voor Vereniging Openbare Bibliotheken. Wij zijn de branchevereniging van alle openbare bibliotheken en wij behartigen hun belangen bij het ministerie van OCW, bij de gemeentes en bij de werknemersverenigingen. De VOB is een werkgeversvereniging. Wij behartigen de belangen van de werkgevers. Het belangrijkste daarin wat we doen is met de vakbonden onderhandelen over de CAO, dus de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. En je wilt de beste mensen hebben en je wilt de mensen die je in huis hebt, die wil je behouden. Dus je streeft ernaar om een goede CAO af te sluiten. We hebben allemaal onze specifieke taken en onze specifieke verantwoordelijkheid. Maar op allerlei fronten komen we elkaar ook tegen en dan werken we samen sterker. We zitten in Den Haag in één kantoorpand op één vloer en daar zitten nog steeds geen tussenwandjes tussen. Kwaliteitsbewaking hebben wij vroeger wel gedaan, maar is nu in een aparte stichting ondergebracht. De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken. Nog een landelijke partij. Maar ja, de VOB is dagelijks bezig om te bevorderen dat gemeenten en dat het Rijk de bibliotheken een warm hart toedragen en dat die subsidiestroom op gang blijft. Ik denk dat het heel belangrijk is dat bibliotheken zich ontwikkelen tot hele slimme lokale culturele ondernemers. En bibliotheken zijn gewend en terecht om 80% van hun begroting gefinancierd te krijgen door gemeenten. Maar dat staat onder druk in het kader van de bezuinigingen. En ik denk in de toekomst zullen bibliotheken ook meer gefinancierd gaan worden en door hun klanten en door bedrijven en via fondsen en via het mecenaat, om dat maar eens te noemen. En de gemeentelijke bijdrage blijft, maar die wordt minder. Maar dat betekent wel dat we heel goed in staat moeten zijn om naar iedereen uit te dragen waar die bibliotheek voor staat. En dat vind ik belangrijk, dat elke medewerker dat kan. De allerbelangrijkste taak van bibliotheken is te zorgen dat mensen willen lezen, lezen leuk vinden en altijd maar blijven lezen. Want dan blijf je je vanzelf op ontwikkelen. Kunst van Lezen is een project wat ook wordt uitgevoerd samen met scholen in de omgeving van een bibliotheek om schoolkinderen aan het lezen te houden. En met specifieke collecties, leeftijdsgebonden en met methodes hoe dat je met kinderen in gesprek kunt zijn over boeken en hoe dat je ze gewoon enthousiast kunt krijgen voor lezen. Ik denk dat je als medewerker altijd twee dingen kunt doen. Eén, intern. De ideeën die je hebt, delen met elkaar. En zorgen dat je continu met elkaar in gesprek bent. Niet alleen over het werk en wat er wel eens misgaat. En dat de baas weer eens vervelend is. Maar ook die ideeën die je hebt en hoe dat je die verder kunt brengen met elkaar. En twee, elke medewerker is natuurlijk ook iemand die in zijn privéomgeving verkeert. En ik denk, daar kun je elke dag opnieuw uitdragen wat die bibliotheek voor iedereen kan betekenen en hoe leuk het voor jou is om daar te werken. En op het moment dat mensen merken dat jij het leuk vindt om daar te werken, dan straal je vanzelf uit dat die bibliotheek een place is to be. Een plek waar elke Nederlander zich kan ontwikkelen, geïnspireerd kan raken, anderen kan ontmoeten, de kennis die hij al heeft kan verdiepen. Ik denk dat als het gaat om de informatiefunctie die de bibliotheken altijd gehad hebben, dat die wel zal gaan verminderen, maar dat de media-educatiefunctie veel belangrijker gaat worden. Dat bibliotheken staan in het hart van de samenleving. En ik kan me geen samenleving voorstellen zonder een bibliotheek. Dus die bibliotheek die biedt een meerwaarde voor de samenleving, draagt bij aan de kwaliteit van ieders leven. En iedereen in zijn leven maakt wel eens gebruik van een bibliotheek. En ik vind het heel spannend om daaraan bij te dragen, daaraan mee te werken en te zorgen dat die bibliotheken toekomstbestendig blijven. Als je geboren bent in een land en in een tijd waarin niemand uw vrouw en kinderen komt vermoorden en waarin ook niemand u komt vragen andermans vrouw en kinderen te vermoorden, prijs dan de Heer en ga in vrede. Maar vergeet dit nooit. U hebt misschien meer geluk gehad dan ik, maar dat maakt u nog niet tot een beter mens. Komt uit De Welwillende van Jonathan Littell. Een fantastisch boek wat handelt over goed en kwaad en de scheidslijn die daartussen eigenlijk zo dun is en vaak de tijd die achteraf pas bepaalt of je aan de goede of aan de slechte kant hebt gestaan. En dit boek heeft mij heel diep geraakt. Lees het.